Ik ben Esther Schumacher en ik ben deel van het team marketing en communicatie bij de bibliotheek. Het is druk vandaag, het lijkt net of het al semi-officieel geopend is, maar wat is er eigenlijk de laatste tijd gebeurd? Er is heel veel gebeurd. We zijn vanaf oktober 2018 aan het verbouwen geweest, terwijl de bieb gewoon open was. Dus we hebben vrijdag wel een opening, maar eigenlijk zijn we gewoon steeds open geweest. Ja, er is van alles veranderd. De jeugdbieb waar we nu staan is van een hoekje boven naar een hele grote vloer beneden gekomen, zodat alle leeftijden lekker de ruimte hebben. We hebben een ontwikkelplein gebouwd, neergezet. Er is een jongerenvloer gekomen voor de jeugd vanaf 15 jaar. De blauwe kamer is aangepakt. We hebben door het lab een workshopruimte waar kinderen en ook volwassenen aan de slag kunnen. Doe rek- en strekoefeningen. Is de bibliotheek voor de toekomst? Absoluut, ja. Ja, de bibliotheek is vanaf dag 1 er geweest voor de ontwikkeling van mensen, zodat iedereen goed mee kan doen in de samenleving. Achterwaarts. Bocht naar links. Het is niet meer alleen de boeken. Nee, zeker niet. De boeken zijn nog steeds heel belangrijk. Om te leren lezen en als middel. Natuurlijk ook gewoon ter ontspanning, omdat lezen leuk is. Maar er is zoveel meer. Dus de boeken blijven, maar er is ook heel veel meer. Hoe lang gaat dit mee tot het nieuwe stads... Absoluut. Ja, dat is ook een van de redenen dat we nu verbouwd hebben. Om de bieb zo geschikt te maken dat we de komende 5 jaar met de stad en onze partners kunnen gaan onderzoeken wat daar straks op de Spuiboulevard nodig is. Dat is vast een grote vis, dus ik haal snel mijn hengel in. Jammer, dat was mis. Ha. Zonde, hè? En ik heb zonde. Ja, ik ook. Wat zachter zingen. Zo vangen we natuurlijk nooit een beetje van.